Het is 12:00 geweest, dus goedemiddag en hartelijk welkom bij deze academische zitting waarin mevrouw Katelijn Heijmans haar academisch proefschrift in het openbaar zal verdedigen. Het proefschrift is geschreven in de Engelse taal onder de titel Perinatal Information and Adverse Outcomes of the Intestine and Liver. Alvorens wij overgaan tot de oppositie en de kandidaten tot haar verdediging, zal de laatstgenoemde een kort overzicht geven van de door haar verrichte onderzoekingen en een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en conclusies. Ik verzoek u nu aan die voordracht te beginnen en wens u het komend uur veel succes. Dank u wel. Geachte prorector, geachte leden van de corona, allerbeste promotieteam, lieve familie, vrienden, collega's en ook alle mensen die online meekijken. De komende 15 minuten wil ik u graag meenemen in het onderzoek dat ik de afgelopen jaren heb gedaan. Ik heb onderzoek gedaan naar een infectie rondom de zwangerschap en de nadelige gevolgen daarvan voor de darm en lever van het kind. En het gaat hier met name om kinderen die te vroeg geboren zijn. Een normale zwangerschap duurt tussen de 37 en 42 weken. Maar wanneer een kindje tussen de 22 en 37 weken geboren wordt, noemen we dat vroeggeboorte. Jaarlijks worden wereldwijd 1 op de 10 kinderen te vroeg geboren. Dat is zo'n 10% van alle geboortes. En in Nederland ligt dat getal iets lager. Daar is dat 7 tot 8% van alle kinderen die in Nederland te vroeg geboren worden. Dat maakt dat er jaarlijks wereldwijd 15 miljoen kinderen te vroeg geboren worden. En hiervan sterft 1 miljoen aan de gevolgen van vroeggeboorte. Te vroeggeboren kinderen hebben een grote kans op problemen in het latere leven. En eigenlijk hoe vroeger dat een kind geboren wordt, des te groter de kans op medische problemen. En deze zijn onderverdeeld in een aantal, waaronder mentale problemen. Denk hierbij aan een verstandelijke beperking, motorische problemen, psychosociale problemen zoals bijvoorbeeld ADHD en fysieke problemen zoals aandoeningen aan de longen en darmen. Een vroeggeboorte is in zo'n 40% van de gevallen geassocieerd met een ontsteking van de vruchtvliezen door een bacteriële infectie. Deze kan eigenlijk via verschillende manieren ontstaan, maar het meest gangbare is via een opstijgende infectie via het vaginale kanaal van een zwangere vrouw. En deze infecteert dan uiteindelijk de vruchtvliezen en het vruchtwater. Als reactie hierop maken de vruchtvliezen ontstekingsstofjes aan, waardoor uiteindelijk de bevalling in gang wordt gezet. Nou, vaak is zo'n ontsteking van de vruchtvliezen asymptomatisch, wat betekent dat de moeder daar geen klachten van ondervindt. Het gevolg hiervan is eigenlijk dat we niet weten hoe lang zo'n kindje aan zo'n bacteriële infectie wordt blootgesteld. Vroeggeboorte is niet de enige reden dat een kindje schade ondervindt. Vruchtvliesontsteking aan zich zorgt ook voor schade bij het kindje. En door beide wordt eigenlijk het kindje dubbel negatief beïnvloed in zijn ontwikkeling. In de baarmoeder maakt het kindje slikbewegingen. Want het kindje haalt 20% van zijn voedingsstoffen uit het vruchtwater. Maar doordat het vruchtwater besmet is, komt natuurlijk ook het hele maag-darmkanaal in contact met het besmette vruchtwater. Daarnaast maakt het kindje in de baarmoeder ademhalingsbewegingen. En hierdoor komen ook de longen in aanraking met het besmette vruchtwater. Nou, door zowel de directe blootstelling als de immuunreactie die het kindje maakt door de ademhalingsbewegingen die hij maakt, vindt er schade aan meerdere organen plaats. Nou, deze organen worden daardoor verstoord in hun ontwikkeling, wat negatieve lange termijn gevolgen kan hebben. Een ontstekingsreactie is eigenlijk een normale reactie van het lichaam. Maar wanneer dit extreem is, zoals bij deze foetus het geval is, heeft het kindje een heel groot probleem. Het ontsteking van de vruchtvliezen is een risicofactor voor het ontstaan van necrotiserende enterocolitis, hierna genoemd NEC. Dit is een ernstige darmontsteking, darmaandoening, waarbij in het ernstigste geval delen van de darm kunnen afsterven. Als gevolg hiervan kunnen kindjes een bloedvergiftiging krijgen, wat vervolgens schade aan meerdere organen kan veroorzaken. En uiteindelijk kunnen kindjes hier aan overlijden.
Dit gebeurt in zo'n 15-30% van de gevallen. En eigenlijk hoe licht of hoe kleiner het geboortegewicht is, hoe groter de kans op overlijden. Dan kan het zelfs oplopen tot zo'n 50%. En van alle kinderen die op de intensive care terechtkomen, overlijden nog steeds het merendeel van de kindjes aan deze ziekte. Het probleem is dus dat de organen van deze kinderen nog niet voldoende ontwikkeld zijn. En daarnaast dat zij beschadigd kunnen zijn door een ontsteking. We kennen een aantal risicofactoren voor het ontstaan van deze ziekte. Maar weten eigenlijk nog steeds niet precies hoe dat deze ziekte ontstaat. Een aantal factoren zijn bij betrokken. Dus het is een multifactoriële ziekte, dus meerdere factoren weten we wel dat erbij betrokken zijn. Een aantal hiervan zijn deze. De eerste is een onrijp immuunsysteem van de darm. Een abnormale darmperistaltiek. En een ontstekingsreactie in de lever. Omdat we niet precies weten hoe deze ziekte ontstaat, kunnen we ook niet gericht behandelen. En hierdoor hebben we eigenlijk nog steeds geen echte goede therapeutische behandeling voor deze ziekte. Momenteel worden deze kindjes symptomatisch behandeld of worden de delen aangedane darm chirurgisch verwijderd. Maar dit alles verbetert eigenlijk de ontstaanswijze van de ziekte nog steeds niet. Nou, hier ziet u een plaatje van een dwarsdoorsnede van de darm. Zoals u weet is de darm een buis waardoor het midden het voedsel doorheen loopt. Dat is dan de binnenkant. En de darm wordt in zijn processen aangestuurd door het zenuwstelsel van de darm. Ook wel het tweede brein genoemd. Dat is hier in deze afbeelding weergegeven in de groenbruinige cirkels met de rode stippen. Dit zenuwstelsel is zeer complex en bestaat uit heel veel zenuwcellen, bijna dezelfde aantallen als in de hersenen. En daardoor maakt het dat de darm zelfstandig processen kan uitvoeren. Zoals het aansturen van de darmperistaltiek als mede heeft het zenuwstelsel ook een rol bij het afweersysteem van de darm. Uit eerder onderzoek naar NEC is gebleken dat er afwijkingen zijn in verschillende cellen van de darmzenuwcellen. En daarnaast dat er een verminderde darmperistaltiek is. Gezien het feit dat een vruchtvliesontsteking een risicofactor is voor het ontstaan van NEC, en er bij kinderen met NEC afwijkingen in het zenuwstelsel van de darm zijn gevonden, vroegen wij ons af of de oorsprong van deze afwijkingen niet al in de baarmoeder plaatsvindt als het gevolg van een vruchtvliesontsteking. Hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van een schapenmodel. Hiervoor hebben wij gekozen omdat de ontwikkelingsstadia van verschillende organen van de mens en het schaap nagenoeg gelijk lopen. Bij knaagdieren is dit niet het geval en bij mensen stuit men vaak op ethische bezwaren. Daarnaast kan men bij schapen een vruchtvliesontsteking veroorzaken. Dit gaat bij knaagdieren gaat dit niet. En dit hebben wij dan ook gedaan voor ons onderzoek, waarbij we dus bij de schapen een vruchtvliesinfectie hebben veroorzaakt. Uit ons onderzoek bleek dat het induceren van een vruchtvliesontsteking zorgt voor schade aan verschillende cellen van het zenuwstelsel van de darm. En deze schade kwam overeen met de eerder bevonden afwijkingen die zijn gevonden bij kindjes die NEC hebben. En wat wij dan voornamelijk vonden is dat wanneer een ontsteking in het tweede trimester van de zwangerschap werd geïnduceerd, dat dan de meest blijvende schade veroorzaakt werd. Wat wij vonden is dat zowel de directe blootstelling aan het besmette vruchtwater als mede de immuunreactie die het kindje maakt, ervoor zorgt dat er schade ontstaat aan de cellen in het zenuwstelsel van de darm. Verder hebben wij ook onderzoek gedaan naar het effect van een infectie na de geboorte. Dit hebben wij onderzocht in een muismodel. En hierbij vonden we dat er afwijkingen ook van het zenuwstelsel van de darm werden gezien. En ook afwijkingen in de darmperistaltiek. Het tweede deel van mijn proefschrift heb ik onderzoek gedaan naar de lever. En de lever is een heel belangrijk orgaan in het lichaam die verantwoordelijk is voor meerdere processen. Het meest bekende is de lever voor het aanmaken van gal, wat belangrijk is voor de hulp bij het verteren van voedsel. Hierin werkt de lever nauw samen met de darm.
Samen doen zij meerdere processen in het lichaam en zijn ze ook nauw verbonden middels bloedvaten en galwegen. Daarnaast is het lever ook nog betrokken bij het afweersysteem van het lichaam, waardoor de lever eigenlijk ziekteverwekkers uit het bloed filtert. Wat bij eerder onderzoek naar NEC is gevonden, is dat bij NEC-knaagdiermodellen werd gezien dat als een NEC werd geïnduceerd, er een ontstekingsreactie en verhoogde maak van ontstekingsstofjes was door de lever. En dat dit correleerde met schade aan de darm en ook toename aan schade aan de darm. Wij vroegen ons af of deze ontstekingsreactie niet al zijn oorsprong heeft in utero of in de baarmoeder als gevolg van een vruchtvliesinfectie, gezien een vruchtvliesinfectie een risicofactor is voor het ontstaan van NEC. En bij knaagdier-NEC-modellen reeds deze ontstekingsreactie in de lever werd gevonden. Wat wij vonden is dat al na 5 uur na het induceren van zo'n vruchtvliesinfectie er een ontstekingsreactie in de lever plaatsvond. En deze correleerde met de immuunreactie van het kind, of wat wij vonden van het lammetje. Daardoor wij denken dat eigenlijk de lever een van de eerste organen is die reageert op zo'n vruchtvliesontsteking en aanzet tot het maken van zo'n immuunreactie. Wat wij ook vonden is dat de ontstekingsreactie in de lever correleerde aan de ontstekingsreactie in de darm, waardoor wij denken dat de lever bijdraagt aan de ontstekingsreactie in de darm. Zoals reeds eerder gezegd is er nog steeds geen behandeling voor NEC en zeker niet in de fase van de zwangerschap waarvan wij denken op basis van de zojuist gepresenteerde resultaten dat de ontstaanswijze van NEC al begint. Plantstrolen hebben een positief effect, bleek een positief effect te hebben. Dit zijn bestanddelen in voedsel, zoals in granen, groenten en noten. En ook wel eens toegevoegd aan boter. Uit onderzoeksresultaten bleek dat deze plantstrolen een vermindering van ontsteking zouden kunnen veroorzaken. En op basis hiervan, gezien deze gunstigste effecten, hebben wij dit verder onderzocht als behandeling. Nou, collega Van Gorp en medeonderzoekers hebben reeds aangetoond dat als je plantsterolen in het vruchtwater toedient, alvorens het induceren van een vruchtvliesinfectie, dat dan de schade en ontsteking in de darm werd verminderd en de immuunreactie van het kindje werd voorkomen. Daarom wilden wij onderzoeken of de plantsterolen ook de ontstekingsreactie in de lever zouden kunnen verminderen als het gevolg van zo'n vruchtvliesinfectie. En voor dit onderzoek hebben we om de plantsterolen goed in het vruchtwater te laten kunnen oplossen, hebben we deze gebonden aan beta-cyclodextrine. Nou, wat wij juist vonden is dat juist het stofje beta-cyclodextrine ervoor zorgde dat gedeeltelijk de ontstekingsreactie in de lever werd verminderd. Desondanks lijken voedingsinterventies met plantsterolen positief en veelbelovend. Ze hebben de potentie om orgaanschade zoals aan de darm en een immuunreactie te voorkomen dan wel te verminderen. En ieder liter zou men plantsterolen al aan de moeder willen geven om via de moeder de foetus te kunnen bereiken. Concluderend kunnen we zeggen over de resultaten van dit onderzoek dat een ontsteking van de vruchtvliezen schade aan het tweede brein kan veroorzaken. Het tweede brein het meest kwetsbaar is in het tweede trimester van de zwangerschap. Een ontsteking van de vruchtvliezen ervoor kan zorgen dat er een vroege ontstekingsreactie plaatsvindt en deze een immuunreactie bij het kind kan veroorzaken. De ontstaanswijze van NEC zijn oorsprong al kan hebben in de baarmoeder. En plantsterolen een veelbelovende interventie zijn om de ontstekingsreactie in organen te verminderen. Graag wil ik u danken voor uw aandacht en dan geef ik het woord graag terug aan de prorector. Dank u wel. Een fraai geïllustreerde en heel inzichtelijke vordering. Dank u wel daarvoor. En mooi binnen de tijd. Perfect. We gaan eens kijken of we de externe opponenten ook erbij hebben. Ik zie er 3, dus dan zijn we compleet.
Ze komen dadelijk ook op het grote scherm. Dus je hoeft niet steeds uw nek te verdraaien om te kijken wie er nu weer aan de hand aan de beurt is. Als het goed gaat, ziet u ze allemaal in groot formaat verschijnen. De oppositie wordt nu geopend door professor Olde Damink. Hij is hoogleraar chirurgie in het gebied van de translationeel onderzoek van de gastrointestinale chirurgie. Hij was voorzitter van de manuscript beoordelingscommissie. Professor Olde Damink. Dank u wel, meneer de prorector. Ik vind het een hele eer om je als eerste te mogen ondervragen op een toch prachtig proefschrift. Met name omdat het een heel mooi moment is. Het is de eerste PhD-student van de hoogleraar kinderchirurgie die Maastricht weer verdedigt in de kinderchirurgie. En wat ik ook heel erg leuk vind, omdat ik u heb mogen begeleiden in de allereerste schreden in het heelkundelab. En ik ga u verklappen dat mijn eerste vraag hoeft u het antwoord niet op te weten. Want zelfs Frank Schaap kan het antwoord niet aan mij geven. Nou, en dat is mijn eikpunt voor galzouten. Dus het is altijd goed. Maar zoals altijd, als je een proefschrift leest, gaat je brein een beetje aan de haal. En ik heb echt een vraag die ik niet kan oplossen. En als je nou bijvoorbeeld kijkt naar figuur 5, naar de plasmawaarde van galzouten, dan zie je daar één piek. Als ik u nou zou volgen vandaag, dan denk ik dat ik ook zo'n grafiek kan tekenen als ik galzouten meet in het plasma. Waarom komt dat? Hoogleraar Opulent, leerens dank voor de complimenten. En als Frank Schaap het antwoord al niet weet, dan moet ik heel even gaan zoeken. Je bedoelt van hoofdstuk 5, figuur 5? Ja, waarom zie je een verschil in plasmawaarden gedurende een dag? In dit geval is het dan 15 dagen. Waarom heb je soms een piek? Je bedoelt van hoofdstuk 5? Ja. Ja. Figuur 5, pagina 98. Er is op 24 uur, ziet u, één lospunt. Ja, maar ik heb het nou over u, vandaag. Ergens vandaag gaat er een piek optreden van de galzouten. Ja, waarschijnlijk na voeding. Ja, en wat gebeurt er dan? Dat je ongeveer een half uur nadat iemand gegeten heeft, vindt er een samenknijping van de galblaas. Precies, en dat is het moment dat de grootste shift van de galzoutpool plaatsvindt. En ik vroeg me af, wat is nou de rol van die galzout, pol, contractie, intrauterine? En op die vraag hoef je geen antwoord te geven, want Frank wist het ook niet. Wat is die rol? Want de baby eet al wel. Dus er moet een fysiologische rol zijn. Maar wat is die rol? Dat is een goede vraag. Volgens mij zitten er ook al van allerlei componenten in het vruchtwater. Waaronder ook plantenrolen en volgens mij ook cholesterolen. De functie, denk ik, en het is een vettig component, denk ik dat er ook in zitten. De functie van die galzouten zijn om die vetdelen te verteren. En aangezien het kindje 20% van zijn voedingsstoffen uit... Zou die ongetwijfeld daar ook controleren? Precies, ja. Dat denk ik ook. Nou, als ik kijk naar mijn eigen onderzoek in de volwassen mensen, met name zieke mensen. Daar hebben we een heel interessant stuk gepubliceerd, een paar jaar geleden, in de Pathology, Kieran Koolvan. Ook naar wat gebeurt er nou tussen die darmen en het leveras en waarom is die galzoutpoel nu zo schadelijk voor de lever? Weet u wat daar de grootste rol in speelde? Waarom de galzoutpoel zo schadelijk is voor de lever? Nou, vaak zie je bij... Bij zieke mensen, volwassenen, ik kan een beetje helpen, is de dyskinesie van die galblaas. Dus als je LPS toevindt, dus die op de intensive care bij de mens, speelt die inflammatie een hele grote rol. Stel dat het nou ook een rol speelt in uw proefschrift of in uw proefmodel. Hè? Dus die inflammatoire respons en de dyskinetie van die galblaas. Hoe zou je dan kunnen kijken naar de data die gegenereerd zijn? Ja, als gevolg van een infectie krijgen inderdaad kinderen en ook volwassenen een soort van cholestase. Hier hebben wij ook naar gekeken in het boekje door het meten van galzouten in de lever. Hier zagen we geen verschillen in, waardoor wij dachten dat er geen cholestase plaatsvond. Daarnaast hebben we ook nog gekeken naar eventuele veneuze stuwing die daarbij een component zou kunnen spelen. Hier heeft Lara Heij Koepers beoordeeld. En er was eigenlijk ook niks zichtbaar van een veneuze stuwing. Je zou het inderdaad wel verwachten dat misschien in die fase het al zou kunnen optreden. Bent u overtuigd dat galzouten een rol spelen in uw model?
Als je bijvoorbeeld kijkt naar pagina 98, hoofdstuk 5, zegt u net zelf, ik zag geen verschil in galzouten in de darm en de lever, dat is chapter 5. En in chapter 6 is een ander model, pagina 118, dan kijkt u ook naar de lever en dan ziet u ook geen verschil in de totale galzouten in de lever. Dus speelt het überhaupt wel een rol? Of kan die bevinding ook te maken hebben met een galblaascontractie? Is dat lastig? Dat zou eventueel kunnen. Het is wel, ja, als bij deze dieren een significantie al uitkomt, is het wel een kleine kans dat ze ook allemaal op dat moment ze misschien zojuist zo'n contractie hebben gehad. Ik denk dat misschien in utero nog niet die cholestase plaatsvindt, maar wel misschien al het lichaam gepruimd wordt op problemen na de geboorte. Want als je nou kijkt naar de darm totale galzout, dan heeft dat natuurlijk bepaalde compartimenten die daarvoor kunnen zorgen voor verandering. Welke? Ja, voornamelijk het, als de galzouden in de enterocyte zitten, dan zou het de meeste schade veroorzaken. En wat bepaalt dat? Het bepaalt wat is gezien bij kinderen met nek- en onderzoeksmodellen, is dat vooral de ASBT-receptor verhoogd is. Deze zagen wij, ja, in ieder geval niet in combinatie met verhoogde galzouten in de enterocyte. En hoeveel mogelijke routes zijn er om galzoutwaarden te beïnvloeden in je darm? Ja, er zijn meerdere. Ze worden zowel actief opgenomen als ook passief uiteindelijk. Luminaal, ja. Bloed, ja, interstitieel. Dus dat is lastig, hè? Want kunt u een model in een schaap voorstellen waarbij alle drie compartimenten van beïnvloeding van galzoutniveau, u heeft geen verschil aangetoond, maar zou dat te meten zijn in een schaapmodel? Er zou zeker iets te meten zijn, want er is al gezien dat eigenlijk galzouten in schapen en het mechanisme en dergelijke wel hetzelfde is als in mensen. Dat is onderzocht. Wat je nog zou kunnen toevoegen is bijvoorbeeld het colon als component. Dat hebben wij nog niet bekeken. Ja. En delen van nek kunnen natuurlijk ook plaatsvinden in het colon. Goed, dan ga ik terug naar mijn vraag. Hè, want dat is eigenlijk, wat is nou de rol van die galzouten? Als je geen verschil vindt in de darm en de lever, chapter 5. En niet in de lever in chapter 6. Heeft u aangetoond dat de galzouten een rol spelen? Misschien in deze fase van de ziekte nog niet. Dan zijn we het eens. Ik geef heel graag terug aan de prorector. Dank u wel, professor Olderdamink. Dan gaat de oppositie nu verder via professor Hulscher. Hij is ook leraar chirurgie en bijzondere kinderchirurgie in het Universitair Medisch Centrum Groningen. En hij komt tot ons via Zoom. En hopelijk wordt hij nou zo groot vertoond dat we alles van zijn fysiognomie goed kunnen waarnemen. Professor Hulscher. Dank u wel, meneer de conrector. Mevrouw de promovenda, graag wil ook ik met u van gedachten wisselen over uw proefschrift. En uiteraard wil ik u feliciteren en ook uw promotieteam. Ik had me niet gerealiseerd dat dit weer het eerste proefschrift vanuit kinderchirurgie was in Maastricht. En dat is natuurlijk een zeer heugelijke dag. Dus een extra felicitatie aan collega Van Gemert, helaas via deze online route. Graag wil ik met u van gedachten wisselen over hoofdstuk 3. En u schrijft in de titel: Chorioamnionitis induces enteric nervous system injury, effects of timing and inflammation in the ovine fetus. U laat eigenlijk heel elegant zien dat in mucose en submucose enkele dagen later er veranderingen zijn. Met name een toename van neutrofielen. En u laat zien dat er veranderingen zijn in het zenuwstelsel van de darm. Wat ook weer lijkt te herstellen, als ik het goed begrepen heb. Als inleidende schermutseling zou ik u iets willen vragen over de moederschapen. Stress bij de moeder is een factor die geassocieerd is met prematuriteit. En dat geldt voor dieren, dat geldt voor mensen. En er zijn ook wel studies dat stress bij de moeder leidt tot een toegenomen cytokine-respons en zelfs veranderingen in het microbioom. En nu kan ik me voorstellen dat ik als schaap nogal zenuwachtig zou zijn als ik opgesloten stond in een hokje en u zou dreigen bij mij een chorioamnionitis te induceren. Kunt u vertellen hoe u om bent gegaan met de moederschapen en met de stress daarvan? Hooggeleerde opponent, allereerst hartelijk dank voor de felicitaties. Als we het hebben over hoofdstuk 3 en voornamelijk wilde u het eerst hebben over de
de moederschapen. Schapen zijn kuddedieren, inderdaad. En tijdens het onderzoek worden ze wel geïsoleerd. Er staan wel meerdere schapen bij elkaar, maar wel in aparte hokken. Wat men wel ziet, is dat op een gegeven moment de schapen men herkent. Hè, dus de onderzoekers herkent. Dus in dat opzicht zou je op een gegeven moment wel een verminderde stressreductie kunnen krijgen. Oké. Nu heb ik uit betrouwbare bron vernomen dat op het moment dat het laatste schaap aan de beurt is, dat er dan iets bijzonders gebeurt. Heeft u enig idee? Daar ben ik niet bij geweest, nee. Oké. Wat men doet is, men zet een spiegel voor het schaap, zodat het schaap denkt dat hij niet alleen is. Wat ook weer rustgevend is. En ik vond dat eigenlijk zo'n mooie gedachte, dat ik dacht, nou, daar wil ik even met u over van gedachten wisselen. Maar dit was puur inleidend. Nu even terug naar het hoofdstuk zelf. Ik zoek in dat hoofdstuk naar informatie over de chorioamnionitis, maar die kan ik eigenlijk niet vinden. Het enige wat ik echt vind is een LPS-reactie, of een injectie, en die veroorzaakt dan de chorioamnionitis. Maar zou de titel dan niet veel eerder moeten zijn? LPS leidt tot een ontstekingsreactie en schade aan het zenuwstelsel van de darm. Dat is een goede vraag. Dat was een mooie andere optie geweest, misschien. We hebben, dus de placenta wordt altijd onderzocht, ook van die schapen. En daarbij wordt wel die ontstekingsreactie ook bekeken. Daarnaast is bij deze schapen over de periode is wel een veersreactie is daar waargenomen. Waardoor dat wat een gevolg is van de chorioamnionitis. En daarom hebben we gekozen voor deze titel. Maar heeft u het nu echt aangetoond? Of is het eigenlijk niet stiekem gewoon meer een associatie? Dit hoofdstuk zelf heeft niet naar de placenta zelf gekeken. Oké, dus dan beschouw het maar even als associatie in dit geval. Wat doet nou eigenlijk de LPS in de darm? Kunt u daar iets over vertellen? Wilt u daar wat over vertellen of moet ik daar wat over vertellen? Nee, u graag. De LPS in de darm, dus zoals in het lekenpraatje verteld, heb je een directe blootstelling als wel de immuunreactie die het veroorzaakt. Als we het eerst hebben over de directe blootstelling, LPS werkt via de TLR-receptor en veroorzaakt zo eigenlijk... Het induceert eigenlijk zo de ontstekingsreactie. Dat werkt multifactorieel. Wij denken ook dat... Ik val u even in de reden, want u gaat de goede kant op. Ik wou het even met u over die TLR-receptor hebben. Gebeurt daar nog iets mee in de ontwikkeling van de darm? Of is die er patsboom en dat is hem dan? Dat is een hele goede vraag. Die embryologie, dat weet ik niet precies. De TLR4-receptor heeft ook nog een andere functie, namelijk bij de uitrijping van de darm. En die komt veel hoger tot expressie in premature darmen, om rondom de uitrekende datum weer te verlagen naar normaal niveau. Dus je hebt bij premature kinderen een veel hogere TLR4-receptor, waardoor blootstelling aan LPS mogelijk een veel heftige reactie geeft. Dit wetende, in uw model een truc kunnen bedenken om te kijken van, goh, hoe werkt dat nou in vivo als we LPS toedienen? Kunnen we een brug slaan tussen verschillende stadia van prematuriteit en de effecten van LPS? Ik denk dat we daarbij eerst zouden moeten kijken naar hoe de TLR-expressie zich ontwikkelt in de schapen. Dat zou dan het eerste model zijn. En alvorens zouden we bijvoorbeeld ook kunnen kijken, zoals we in hoofdstuk 2 hebben gekeken, naar de IRAK2, de negatieve component zeg maar, van de TLR. Misschien dat we daarbij zouden kunnen kijken in hoeverre die eventueel mee zou kunnen spelen in de verhoogde expressie van TLR4. Oké. Je zou ook nog kunnen bedenken dat je op verschillende tijdstippen, op verschillende gestatieduren van het lammetje,
LPS toedient. Want bij het op verschillende gestatieleeftijden heb je verschillende niveaus van TLR4. Dat zou je misschien ook nog kunnen doen. Daar even op doordenkend, en ik realiseer me dat er waarschijnlijk geen LICU is, als ik de lammetjes intensive care unit mag noemen. Ook ik ben natuurlijk vooral geïnteresseerd in NEC. En jullie hebben een prachtig antenataal model, waarbij je eigenlijk de darm al immunologisch kunt primen. Kun je deze lammetjes in leven houden? Ik weet het gewoon niet. Momenteel lopen er onderzoeken bij de vakgroep hier van de kindergeneeskunde naar ook de postoperatieve, of de, wat zeg ik? Ik zit in de anesthesie momenteel, een beetje gebiased. De postnatale fase. Daar lopen nu momenteel onderzoeken naar. Daar is een LICU is daar opgezet. En worden meerdere postnatale factoren bekeken, zoals bijvoorbeeld beademing, wat voor effect dat nog extra zou kunnen hebben. Wat zou voor u de meest interessante zijn om het te onderzoeken op basis van uw proefschrift? Het meest interessante zou om te onderzoeken zijn, zouden de postnatale effecten of de enteric nervous system functies zijn. Waarbij men bijvoorbeeld zou kunnen kijken naar peristaltiek of functies van de submucosale plexus. En hoe zou je dat doen? De menterische plexus, dus voor de darmperistaltiek. Zou men bijvoorbeeld met een kleuring kunnen kijken? Nee, dat snap ik. Maar dat snap ik. Maar wat voor experiment zou je uitvoeren? Of zou je ze gewoon langer in leven houden en kijken of het herstelt, bijvoorbeeld? Of alsnog verandert? Dat zou ik inderdaad doen, om langer in leven houden en kijken hoe zich dat zou ontwikkelen en hoe dat bij die schapen is na de geboorte. Oké. Ja, ik denk dat ik het hierbij laat en dan geef ik het woord terug aan de conrector. Hartelijk dank. Dank u wel, professor Hulscher. Waarvan ik nog vergat te vermelden dat hij ook lid was van de Manuscript Bodemscommissie. Zoals dat ook geldt voor de volgende opponent, dokter Dirks, kinderchirurg in Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Ook hij was lid van de Manuscript Bodemscommissie. Professor Dirks. Dank u wel, meneer de prorector. Nou, mevrouw de promovenda, erg gefeliciteerd met het mooie boekje. Ik ben onder de indruk van de experimenten die u heeft gedaan, van de proefdiermodellen die u beschrijft. Ik ben natuurlijk ook heel erg veel felicitaties aan de promotiecommissie en het team. En echt erg leuk om te zien dat er weer een nekonderzoek vanuit Maastricht komt. En ik ben echt trots dat ik hierbij aanwezig mag zijn. Uiteraard ben ik als kinderchirurg, net zoals professor Hulscher, heel geïnteresseerd in het ontstaanswijze van necrotiseerde enterocolitis. Mijn eerste gewoon algemene vraag nu is, welke factor vindt u nou het belangrijkste in het ontstaan van enterocolitis? Dus waar zou u, wat professor Hulscher vroeg, mee willen doorgaan? Of wat vindt u dat in uw boekje echt staat als allerbelangrijkste risicofactor voor NEC? Zeer geleerde opponent, hartelijk dank voor de felicitaties. Het meest belangrijke voor het ontstaan van NEC uit dit boekje is denk ik de chorioamnionitis die ontstaat tijdens het tweede trimester van de zwangerschap, waardoor daardoor afwijkingen aan het zenuwstelsel in de darm zijn gevonden. En dit is met name zo omdat in de tweede trimester er veel ontwikkelingen plaatsvinden zijn in het zenuwstelsel van de darm. Ja, ik ben super blij dat u dit antwoordt, want dat vond ik ook het meest opmerkelijke. Dat je dus eigenlijk al voor de zwangerschap kunt zien door chorioamnionitis dat er NEC ontstaat. En ik vroeg me eigenlijk af, als je naar hoofdstuk 2 kijkt, en dat is ook weer een beetje naar wat professor Hulscher vroeg, dan geeft u LPS aan de schapen, u geeft ook ureoplasma, en je ziet dan steeds op epiteelniveau, bijvoorbeeld met de neutrofiel influx, of daarachteraan met de T-cellen, dat als je LPS alleen geeft, dat je wat verhoging krijgt, ureoplasma alleen ook verhoging, maar als je die twee combineert, dat die verhoging op epiteelniveau, van bijvoorbeeld neutrofiel influx, wel meevalt. En waarom is dat zo? Waarom krijg je dan niet een verdubbeling van de schade? Dat is een hele goede vraag. Normaal bij een dubbelhit inflammatie of bij een dubbelhit infectie bij zowel volwassenen die bijvoorbeeld op de IC liggen of kinderen, zie je vaak dat hierdoor een extreme immuunreactie plaatsvindt.
In utero is eerder onderzoek gedaan al naar de hersenen en bij de long. En daarbij zie je dat eigenlijk het een beschermende factor heeft. Dus geen verergering geeft van schade dan wel de immuunreactie. Als we kijken naar deze resultaten, dan zou je dat op basis hiervan wellicht ook kunnen zeggen. Wat is dan de beschermende factor? Sorry, wat is dan de beschermende factor die je bijvoorbeeld in de long of hersenen wel of al hebt gezien? Dat is een goede vraag. We weten nog niet precies waardoor dit beschermend werkt. Ja. U had het al kort met professor Hulzer over de rol van de TLR's bij LPS. Ik vroeg me gewoon af, hoe wordt die ureoplasma nou herkend in het darmepiteel? Idem, die werkt idem via de TLR-receptor. En welke? De 4. Oké. Prima, ik wil nu met u doorgaan naar hoe het klinisch in elkaar zit. Dus die relatie weer tussen chorioamnionitis, zwangere vrouwen en de baby's van hen die NEC krijgen. Wat zou nou een logische volgende stap zijn om deze resultaten van u naar de kliniek te brengen? Heeft u daar een idee over? Je zou wellicht bij kinderen kunnen kijken of er darmproblemen zijn, zoals de darmperistaltiek, wat eigenlijk ook al zo is bij die kindjes. Zowel door immaturiteit als wellicht door chorioamnionitis. Ja. Men zou onderscheid kunnen gaan maken, want iedere placenta wordt natuurlijk onderzocht in kinderen die dan een chorio hebben doorgemaakt en kinderen die dat niet hebben doorgemaakt. En dan hier een differentiatie inmaken in eventueel het meten van darmmotiliteit. Ja, en zijn die studies ook al gedaan? Naar mijn weten weet ik niet. Nee, volgens mij niet. Ja, volgens mij wel een beetje. En hebben we gezien dat er een relatie is tussen moeders die een chorioamnionitis doormaakten en een hoger risico op hun baby's die een NEC kregen. Hoe wil je nou bij die zwangere dames gaan voorkomen dat er NEC ontstaat? Heeft u daar een idee over? Het probleem is dat, en voornamelijk bij de ureoplasma is het probleem dat deze soort van het immuunsysteem onderduikt bij die zwangere vrouw en deze daar eigenlijk geen klachten van ondervindt, dus asymptomatisch is, waardoor zo'n kindje langdurig wordt blootgesteld. Hoe je dat dan zou kunnen voorkomen is eigenlijk, de diagnostiek zou de beste optie zijn om zo vroeg mogelijk die vrouwen te vangen die al zo'n chorio hebben. Ja, want hoe wordt dat nu gediagnosticeerd? Hoe vindt de diagnostiek van chorioamnionitis nu plaats? Dus de gouden standaard is eigenlijk na de bevalling, dus het onderzoeken van de placenta. Ja, hartstikke goed. En dan zijn we eigenlijk al te laat, hè? Dan zijn we eigenlijk al een beetje aan de late kant, want dan kunnen we in de zwangerschap heel weinig gaan doen voor die vrouwen en de vruchten die zij dragen. Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Daar heb ik nog één vraag over. Die plantensterolen waar u zo'n mooi beschermend effect van vond bij de lever, bij de proefdieren. Het effect op de darm was er ook al, zei u. Terwijl u op dat moment ook al antenataal, dus voor de zwangerschap, die plantensterolen had toegediend aan de proefdieren. Nou, we hebben net geconcludeerd dat is bij de mens best wel lastig, want de diagnose chorioamnionitis is lastig te stellen. Zou je bijvoorbeeld ook die plantensterolen aan een pasgeboren kind kunnen geven? Want NEC ontwikkelt zich niet meteen, dat manifesteert zich ook niet meteen. Weet je, daar heb je vaak een week of 3 weken voor nodig. Zou het op dat moment toedienen van plantensterolen nog kunnen? Om NEC te voorkomen? Dat zou zeker kunnen. Er moet dan verder onderzoek gedaan worden naar welke route dat gegeven moet worden. Want in TPN zitten ook wel plantenrolen en dan zie je dat kinderen daar ook wel weer problemen van kunnen ondervinden, zoals de IFAT. Ja, precies. Dus we weten juist dat borstvoeding daarin beschermt. En juist als het op een andere manier geeft, hebben we nog niet echt de gouden formule gevonden om die kinderen te beschermen. Nou, ik ben helemaal blij met deze conversatie en ik wil graag het woord teruggeven aan de prorector. Dank u wel. Dank u wel, dokter Derks. Ja, u maakt de hele commissie erg blij, want u vindt alle vragen erg goed. Dat horen wij natuurlijk graag van de kandidaat. Zet de juiste stemming. Eens kijken of we dat hoge niveau van vragen stellen kunnen volhouden. De volgende is professor Jonkers. Zij is hoogleraar op het gebied van darmgezondheid aan de Universiteit Maastricht. Ze is ook lid van de manuscriptbeoordelingscommissie. Dokter Jonkers, professor Jonkers.
Dank u wel, geachte kandidaat. Ook ik wil u graag van harte feliciteren met een zeer fraai proefschrift. En uiteraard ook uw promotiecommissie daarbij betrekken. Ik denk dat het ook een heel mooi voorbeeld is van een samenwerking tussen twee afdelingen en onderzoeksscholen. En ik vind het zeer fraai dat u echt onderzoek heeft gedaan om wat meer mechanistisch inzicht te krijgen in een belangrijk klinisch probleem. En ik wil eigenlijk extra mijn waardering uitspreken voor het feit dat u een klinische achtergrond hebt en het toch niet geschuwd hebt om het lab in te duiken en wat meer bazaal onderzoek te doen, wat natuurlijk niet altijd gemakkelijk is. Natuurlijk zijn er mooie resultaten, maar soms ook nog wat zaken die wat moeilijker zijn om te interpreteren. Daar wil ik graag met u over van gedachten wisselen, maar ik heb eerst één algemene vraag. Het viel mij op in uw proefschrift dat u eigenlijk heel vaak p-waardes weergeeft tussen de 0,05 en de 0,1. Zowel in figuren als trends die u beschrijft en ook soms meeneemt in uw interpretatie. En eigenlijk een algemene vraag die u kort mag beantwoorden. Hoe ziet u dat eigenlijk, die p-waardes tussen die 0,05 en 0,1? Hoeveel waarde moet ik daaraan hechten? Hooggeleerde opponent, allereerst hartelijk dank voor de felicitaties. De p-waardes hebben wij gekozen inderdaad tussen de 0,05 en de 0,1. En hiervoor hebben wij gekozen gezien, een gevolg van het schapenmodel is dat men kleine groepen heeft. En om eventuele statistische resultaten te missen, hebben we gekozen om de p-waarde iets te verruimen naar max 0,1. En dit als significant te beschouwen. Oké, maar u bent het wel met mij eens dat we daar ook wel een beetje voorzichtig mee moeten zijn, dat we dat niet moeten overinterpreteren mogelijkerwijs. Ja, we hebben dit als trend ook benoemd. Oké, nou ik wil toch graag nog wat verder ingaan op de rol van LPS. Die is ook al door mijn voorgangers kort benoemd. En misschien te starten met hoofdstuk 2. En u had gehoopt een gecombineerd effect te zien van de acute en de chronische infectie. U noemt zelf ook al een paar keer het enterisch zenuwstelsel en het belang daarvan. En wat mij eigenlijk opviel bijvoorbeeld in hoofdstuk 2, als we kijken naar de blootstelling aan 42 dagen ureoplasma. En dat dan eigenlijk het belangrijkste effect daar gezien wordt op de aantallen neuronen en gliacellen. En als je het combineert met de LPS, dat ik dat effect niet meer terugzie. Dus ik trie bij mij zelfs de vraag op, het lijkt wel beschermend te zijn. Hoe ziet u dat? Hoe moet ik dat interpreteren? Inderdaad, dat effect zou er kunnen zijn. Dat effect is ook gezien in de hersenen. En voorzichtig zou men kunnen zeggen dat dat mogelijk een beschermend effect zou kunnen hebben. Wij denken dat hierin de gliacellen een rol zouden kunnen spelen. Waarbij misschien de gliacellen, doordat het ENS bij zo'n kind nog steeds in ontwikkeling is, dat die meer plastisch zijn en daardoor eventuele schade zouden kunnen herstellen. En hoe moet ik dat dan interpreteren? Want waarom heeft u bijvoorbeeld de keuze gemaakt voor dit LPS-model? Want ik neem aan dat u het als een stressmodel ziet. Dus hoe moet ik dat vertalen naar de kliniek? Het is inderdaad een stressmodel wat we gebruikt hebben. UP hebben wij gekozen omdat dat de meest voorkomende is die gekweekt wordt uit het vruchtwater. En LPS hebben wij gekozen als een soort van tweede hit. Men zou het kunnen zien als bijvoorbeeld vruchtvliezen die al langer gebroken zijn, waar daardoor LPS, wat ook in het vaginale kanaal van de vrouw zit, omhoog zou kunnen stijgen. Dan wel dat het een bevalling zou kunnen betekenen, waardoor de darm van het kind gekolonialiseerd wordt. Dan wel eventuele andere inflammatoire zaken die een kind nog waarschijnlijk zal ondervinden na de geboorte. Mm-hmm. En dan nog even aansluitend bij de vraag ook van professor Hulser. Als we kijken een beetje naar de time sequence. Stel dat u inderdaad de combinatie van LPS met ureaplasma, als u LPS had toegevoegd in het begin van de blootstelling aan ureaplasma, of misschien vooraf daaraan als een trigger, had u dan een ander effect verwacht uiteindelijk op het enterisch zenuwstelsel? Dat is moeilijk te zeggen, dat is nog niet eerder onderzocht. Het is de vraag ook wat bepaalde triggers en bepaalde bacteriën
op bepaalde momenten doen in ook de ontwikkeling van zo'n kind. Dus daar zou nog verder onderzoek naar gedaan moeten worden. En u gaf ook aan dat inderdaad de infectie vaak polymicrobieel is. Hè. Ik kan me voorstellen dat u daarom ook geïnteresseerd was in de combinatie van ureaplasma met LPS. U heeft hier gekozen voor LPS van een E. coli. Waar is deze keuze op gebaseerd? Of had u achteraf misschien een andere keuze willen maken? Ik denk dat voor de E. coli is gekozen omdat dat ook de meest bekende en de meest voorkomende is. En zou het ook nog interessant zijn om naar andere combinaties te kijken met andere type bacteriën? Waar denkt u dan aan? Ja, dat zou zeker interessant zijn. Dit zijn een van de meeste die gekweekt zijn. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn dat moeilijker te kweken bacteriën uiteindelijk degene zijn die deze ernstige schade veroorzaakt. Dus men zou eigenlijk een heel groot panel van verschillende bacteriën kunnen testen. Het zou wel interessant kunnen zijn om wat breder te kijken naar combinaties eventueel. En die rol van het entere zenuwstelsel, wat we heel mooi de tweede brein neemt, met interesse in darmgezondheid, hoor ik dat natuurlijk heel erg graag. Maar ik bleef toch inderdaad getriggerd door het feit dat u dan inderdaad ook in hoofdstuk 3 wel een heel duidelijk effect ziet op die mesenterische plexus, maar niet op die submucosale plexus. En ik zat een beetje te bedenken hoe we dat mechanistisch kunnen verklaren, ook als we naar de blootstelling kijken. Heeft u daar ideeën over? De mesenterische en de submucosale plexus worden in verschillende fases worden die ontwikkeld. Die lopen niet synchroon met elkaar. Dat zou een reden kunnen zijn dat deze anders reageren. Daarnaast zou het ook kunnen zijn dat de macrofagen die daar omheen zitten, die ook andere functies hebben in de verschillende delen van de darm, dat bij zou kunnen dragen aan de verschillende maten van schade in het zenuwstelsel dat we hebben gevonden. Nog één laatste korte vraag. Denkt u dat ook de route van blootstelling daar nog een rol kan spelen? Zou zeker kunnen. Ja. Oké, dank u wel. We hebben nu twee routes in de ja. Dat is een kort en krachtig antwoord. Dank u wel, dat is helder. Bedankt voor uw antwoorden en ik geef graag het woord terug aan de prorector. Dank u wel, professor Jonkers. Dan gaan we nu verder met twee opponenten die niet lid waren van de manuscriptbeoordelingscommissie, die het boekje dus recent konden inzien. Allereerst professor Plat, hoogleraar fysiologie, in bijzonder de fysiologie van de voeding. Hij is vandaag tevens secretaris van deze promotiecommissie. Professor Plat. Dank u wel, meneer de prorector, mevrouw de kandidaat. Ik wil u ook allereerst van harte feliciteren met dit mooie proefschrift. U heeft een klinisch zeer relevant vraagstuk vastgepakt en echt fundamentele kennis toegevoegd, dus dank daarvoor. En die felicitaties gaan natuurlijk ook naar uw promotieteam. Ik zou graag willen praten over hoofdstuk 6. Ik denk toch een misschien wat onverwachte, maar zeer interessante bevinding, hè, die effecten van beta-cyclodextrine. U laat zien het profilactisch geven van dat cyclodextrine de gevolgen van die UP-infectie in de lever enigszins kan beïnvloeden. En u wijdt daar zelfs een stelling aan. En misschien kunt u of een van de paren in stelling 4 even voorlezen. Intrauterine beta-cyclodextrine administration is a promising intervention to improve the liver outcome of premature infants with suboptimal start in life. Dank u wel. Ik vind dat nogal wat u daar zegt. Dat is een vrij stellige stelling, dat moet natuurlijk ook. Maar feitelijk zegt u dat u dat cyclodextrine zodanig interessant vindt van dat zelfs een pharmaceutical target zou kunnen zijn. En deze proef is natuurlijk wat langer geleden uitgevoerd, 2020 was dat. En ik vraag me af of u heden ten dagen nog steeds dat zo stellig zou beweren. En of u dat echt als een toekomstig realistische interventie ziet, of was dat toch meer een modelmatige aanpak? Hooggeleerde opponent, allereerst dank voor de felicitaties. Toen hebben we inderdaad die gedeeltelijk voorkomen van de ontstekingsreactie in de lever hebben we gezien van de beta-cyclodextrine. En daarop die stellige stelling gemaakt.
Ik heb natuurlijk ook nog de recente publicatie waarin u ook hebt deelgenomen of bijgedragen, heb ik gelezen, uit 2021, dus inderdaad wat later, waarbij ook wat andere effecten van het beta-cyclodextrine werden gevonden. Zoals dat deze hepatotoxisch zou kunnen zijn, dan wel inflammatie in de lever zou kunnen veroorzaken. Deze effecten hebben wij dan juist niet gevonden in deze studie. Nee, dat klopt. Dus ik ben blij dat u inderdaad op de hoogte bent van die meer recente publicaties. En dat zet het toch wel een beetje in een ander daglicht. Hè? Ik vraag me af hoe dat nu eigenlijk kan. Want u ziet wat anti-inflammatoire, of althans beschermende effecten, terwijl we in die andere muizenmodellen die pro-inflammatoire effecten waren. Dus misschien moeten we eens kijken van wat doet dat beta-cyclodextrine eigenlijk? Wat is het veronderstelde werkingsmechanisme als je dat geeft aan een dier? Beta-cyclodextrine is eigenlijk een stofje wat bedoeld was om lipofiele stoffen in op te lossen. En dat hebben wij dan ook gebruikt in deze studie om de plantsterolen beter op te lossen. Wat het doet, is dat het voorkomt dat er minder cholesterol in de cel is dan dat de cel uit kan. Dit wordt ook wel behandeld bij de Pick-Niemann disease, wordt het wel als behandeling gegeven met de cholesterolstapeling. Wellicht dat hier ook een effect zou kunnen hebben. Ja, dus het depleert eigenlijk de cel van cholesterol. Het is een soort cholesterolzink en dat kun je gebruiken als er ergens te veel cholesterol zit. U verwijst ook zelf naar die studies van Eike-Latz in Bonn. Dus bij regressie van atherosclerotische plaques, et cetera, dat niemand pikt disease, dat klopt. Maar als ik dat nou probeer te snappen wat daar intrauterien gebeurt, hoe zit dat cholesterol daar dan in en hoe zou dat dan kunnen werken? Dus blijkbaar als je dat cholesterol uit cellen, membranen daar haalt, hoe kunt u daar eens iets over speculeren? Hoe zou dat in elkaar kunnen steken? Ja, dat is een goede vraag. Je zou kunnen denken dat er een cholesterolstapeling of iets dergelijks plaats zou vinden. Er werd in eerder onderzoek gevonden dat er geen verhoogde cholesterolwaardes waren, in ieder geval niet in het plasma. We hebben zelf hier niet verder naar gekeken in de lever of dat het geval zou kunnen zijn. Ik denk wat er natuurlijk ook gebeurt is dat het is niet alleen het intracellulaire cholesterol wat verdwijnt, maar ook de membranen worden gedepleerd. Dus vooral in die studies ook waar hepatotoxische effecten gezien zijn. Daar blijkt ook dat bijvoorbeeld de membraanvloeibaarheid en de vorming van rafts in die membranen, dat beïnvloed wordt. In dat geval negatief, maar zou je ook die kant op kunnen denken het licht van wat u gevonden heeft, namelijk een bescherming? Dat het positief zou werken? Ja, misschien dat het in deze fase dat cholesterol minder gunstig effect heeft voor het kind. En als je nu cholesterol zou verwijderen uit de cel door middel van die beta-cyclodextrine, dat je daardoor verminderde hepatische inflammatie zou hebben. Kijk, het eigenlijke doel van die proef die u beschrijft was natuurlijk niet om cholesterol uit de membranen te halen of uit die cellen, maar om daar een ander sterol voor in de plaats te brengen. Dus die samenstelling, die sterolcompositie van zo'n membraan, die zou wel eens relevant kunnen zijn. En goed, helaas zag u bovenop de cyclodex geen effecten van de plantsterolen zelf. Maar heeft u die plantsterolen nu definitief eigenlijk weggezet? Ik bedoel, zit daar geen toekomst in? Als ik naar de laatste conclusie op uw dia kijk, dan geeft u het toch nog een kans. Dus hoe ziet u de toekomst voor die mogelijke interventie nu eigenlijk zelf? Ik denk niet dat we de plantsterolen helemaal mogen uitsluiten, omdat die natuurlijk gebonden zijn aan die beta-cyclodextrine in onze studie. En we weten niet of daar een interfererende factor door is. In de toekomst hoe we dat zouden kunnen zien, wat je het liefst zou willen doen, omdat de plantsterolen wel al effecten weken te hebben op de immuunreactie, waardoor wij denken dat de lever een van de eerste is die daarop aanzet. En het darmschade en de ontsteking al zou kunnen verminderen, dat het daarom wel gunstig zou zijn en je dat toch wel zou willen toedienen misschien al tijdens de zwangerschap. Ja, wellicht is ook de timing misschien nog een issue. Hè? Dat als we naar het tweede trimester kijken, dat misschien een beter moment is. En ook wat een van de voorgangers zei, de moedermelk is ook een belangrijke bron. En wellicht zit daar ook een opening. Ja. Dus, ik ben tevreden met de antwoorden en ik geef graag het woord terug. Dank u wel, professor Plat.
Dat was nooit die oppositie voortgezet door dokter Lubbers. Hij is chirurg, colorectaal chirurg uit het Universitair Medisch Centrum hier ter stede. Dokter Lubbers. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, geachte mevrouw de Bromvenda. Uiteraard wil ik u ook eerst feliciteren met het prachtige proefschrift. Helemaal aan het begin van uw promotietijd hebben wij nog wel eens gespart ook over het enterische zenuwstelsel en de golineaire pathway en dat soort zaken. En ik weet dat uw promotietijd niet zomaar over rozen is gegaan. Heeft hard moeten knokken. En alleen daarom al mijn welgemeende felicitaties voor u en uiteraard ook voor uw promotieteam. Gezien de tijd wil ik eigenlijk ook meteen de diepte wel induiken, want ik denk dat daar de pedel binnenkomt en die zal ons gaan afremmen. En dan begin ik eigenlijk met het meest gelezen stuk van een proefschrift. Dat is uw dankwoord. Ik vind het altijd leuk om naar een dankwoord te kijken, omdat dat een beetje de spiegel van de ziel van de promovenda of de promovendus is. Dus vandaar dat mijn eerste vraag daarop over gaat. Zou je mij kunnen uitleggen welke deal je had kunnen bewerkstelligen, wat je daarvoor had moeten doen en waarom jouw promotor zich daaruit getrokken heeft? Zeer geleerde opponent, allereerst hartelijk dank voor de felicitaties. Gaan we het echt over de deal hebben, Tim? Er was een geweldige skireis georganiseerd vanuit de kindergeneeskunde waar we allemaal op mee mochten. En op een gegeven moment was daar een of andere sneeuwmodderpoel. En Tim met zijn geintjes die daagde mij uit om daarin te springen. En die dacht dat ik dat niet zou doen. Maar ik zou dat zeker wel doen. En net het moment voordat ik daar insprong, heeft Tim mij halt opgeroepen. Omdat hij toch bang was voor de bekleding van zijn auto. Nou, daaruit blijkt maar weer wat uw inzet is eigenlijk voor uw hele opleiding en uw hele carrière eigenlijk. En dat je vooral door moet gaan met doorzetten. Daarnaast wil ik eigenlijk, er zijn al een aantal opponenten geweest die hoofdstuk 2, 3 en 4 ook interessant vonden, net zoals ik. Dus ik zal me net op een ander aspect gaan focussen. Ik wil het eigenlijk even hebben over het gebruik van proefdieren. Je hebt een aantal verschillende proefdiermodellen heb je natuurlijk gebruikt. En met name als je dan naar hoofdstuk 4 kijkt, het muismodel voor proefdieren. Dan weet ik toevallig uit mijn eigen promotietijd, een aantal mensen hebben dezelfde promotor gehad, die kennen het verhaal waarschijnlijk ook, is dat het opzetten van zo'n nekmodel ontzettend lastig is. En dat daar een hele hoop factoren op van invloed zijn. Kun je mij vertellen wat de waarde is van zo'n model, als blijkt dat in jouw experimentele opzet, dus de dieren die zijn blootgesteld, als daar minder dan de helft necrotiserende enterocolitis ontwikkelt? Ja, dat is een goede vraag. Wat bij dit model is dat je een versimpelde versie eigenlijk hebt van de multifactoriële pathogenese van NEC, waarbij je natuurlijk niet alle aspecten zou meenemen. Wat er in het model wel is meegenomen is de asfixie, wat ook bij de kinderen met NEC is, de blootstelling aan bacteriën zoals de LPS. Dus dat is wel allemaal meegenomen, maar het is natuurlijk een versimpelende versie. En dat is natuurlijk ook dan meteen het nadeel van dat model, dat je niet alles bij elkaar genomen hebt van ontstaanswijze. En wellicht dat de reden is dat ook verschillende variaties van de NEC-gradatie, de scoring die gemaakt is, dat de reden is dat daar zo'n variatie in is. Daarnaast zou die variatie ook verklaard kunnen worden door de kliniek. Want bij kinderen met NEC zie je natuurlijk ook verschillende gradaties van NEC. En niet ieder kind wordt daar even ziek van. Zeker, dat is inderdaad heel duidelijk. En als we het dan hebben over proefdiermodellen. Hè, als je dan kijkt naar het hele onderzoek met proefdieren. Dan blijkt dat een hele hoop van de onderzoeken die in proefdieren zijn gekomen. De vertaalslag naar de kliniek nooit hebben. Wat hebben we aan proefdiermodellen dan? Kun je daar eens over uitweiden? Het is zonde dat dan niet vaker uitwerkt tot kliniek. En wat men vaak ook ziet is dat negatieve resultaten van proefdieren niet worden gepubliceerd. Wat ook zeer zonde is. Wat wij zouden kunnen zeggen hierover is dat... Ik mag heel kort uw antwoord afronden. Dat het wel een mooie vertaalslag zou kunnen zijn, zeker met de schapen, omdat ontwikkelingsstadia wel gelijk lopen. Dus in die zin zou het wel zeker iets zeggen over de ontstaanswijze richting mensen toe. Ik ben ook zeker niet tegen proefdiermodellen, want ik denk dat we daar heel veel gunstig onderzoek in kunnen doen. En dat heeft u ook laten zien in dit proefschrift.
Dus ik wil u danken voor uw antwoord. Ja, mevrouw de kandidaten, mevrouw de promovenda. De gelegenheid voor het beantwoorden van de vragen is hiermee voorbij. De commissie gaat zich terugtrekken voor beraad. Ik verzoek u en uw gezelschap de uitkomst van dat beraad en onze terugkeer hier met uw gezelschap af te wachten.
Mevrouw de Promovenda, de commissie heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en over de wijze waarop u dat heeft verdedigd. Op het grond van haar positief oordeel over beide en gelet op de vroeger door u afgelegde academische examens, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar van Gemert is gemachtigd u met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Ik denk dat wij nu wel mogen gaan staan. Wij gaan dus weer staan, beretten op. Dat mocht tot voor kort niet vanwege de corona, maar we zijn wat vrijer geworden. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik u hierbij Katelijne Heijmans tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan ontvangt u de bul door rector, secretaris en promotor ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd, zoals nu getoond. Wel edel zeer geleerde dokter Heijmans, beste Katelijne, het werk is volbracht. Je hebt de dokterstitel verdiend met een prachtig proefschrift. Het was een leerzame reis, doch niet eenvoudig met bergen en dalen. Maar zo gaat het met goed academisch onderzoek. Jaren geleden werd ik als hoogleraar kinderchirurgie bij het Maastricht UMC aangesteld. Bij wijze van bruidschat mocht ik een promovendus aanstellen. Op voorspraak van Steven Olderdamink, hoogleraar translationeel onderzoek gastro-intestinale chirurgie, en Ruben Vissers, kinderchirurg, werd jij gevraagd. En daar kwam Katelijne. Vrolijke, giechelende, intelligente en zeer gemotiveerde jonge dame met een sprankelende persoonlijkheid. Dat kon eenvoudigweg niet geweigerd worden. En daar heb ik nooit spijt van gehad. Het begon met het eerste plan om nervusvragenstimulatie bij kinderen toe te passen voor de behandeling van reflux, gekoppeld aan laboratoriumonderzoek. Na het ontwerpen van het protocol kwam de medische ethische commissie. En bleek hoe moeilijk het is om interventieonderzoek bij kinderen uit te voeren. Het onderzoek werd niet goedgekeurd door de medische ethische commissie, omdat het kinderen betrof. Een domper dus. Het leverde wel een leuk reisje naar Cyprus op en de kans om voor een internationaal publiek te presenteren. Vervolgens kwam Steven Olderdamink met het idee om een relatief nieuw laboratoriumonderzoek toe te passen, namelijk de Precision Cut Intestinal Slices, translationeel onderzoek om naar de effecten van NEC, een ernstige, vaak dodelijke aandoeningen bij te vroeggeboren kinderen, het onderzoek te gaan doen. Deze techniek moest voor de darm ontwikkeld worden, hetgeen erg moeilijk bleek. Toen we ongeveer de 2-jaar-grens bereikten, was de techniek weliswaar duidelijk verder ontwikkeld, maar nog niet in die mate dat betrouwbare data op korte termijn konden worden verwacht. Gezien de tijdsdruk werd besloten toch weer een andere richting in te gaan. Het was Tim Walz die de oplossing aandroeg. Onderzoek naar de effecten van chorioamnionitis
een infectie voor de geboorte van vruchtvlies en vruchtwater, op de ontwikkeling van de darm, leverfysiologie en de relatie met nek na de geboorte. Je moest dus weer opnieuw beginnen. Nieuwe protocollen en nieuwe technieken. En om het niet te gemakkelijk te maken, werd de laatste periode ook nog eens bemoeilijkt door het COVID-19 perikelen. Dankzij de uitstekende begeleiding van Tim Wolfs en Kaatje Lennaerts is dit onderzoek in een korte tijd tot een succes gebracht. Naar mijn mening is er een uitstekend werk geleverd en resulteerde in een prima proefschrift. Nogal een heftige weg die ik heb afgelegd. Begrijpelijkerwijs waren enkele dipjes en moest regelmatig de moed bij elkaar geraapt worden. Maar telkens is je dat gelukt, ging je vol goede en vooral vrolijke moed verder. Hiermee heb je laten zien dat je niet bij de pakken neerzit, dat je in staat bent te verharden en doorzetten. En daarnaast is je gelukkig je prachtige en sprankelende persoonlijkheid behouden gebleven. Dit zal ongetwijfeld ook gelukt zijn dankzij de ondersteuning van je familie, ouders, vrienden, je partner Timo en niet te vergeten de nieuwe vriend Fino. De hond. Hierover is in het team een korte discussie geweest. Was het wel verstandig om in deze hectische tijd ook nog een hond te nemen? Uiteraard hadden we hier geen enkele inspraak of invloed op. Het besluit was genomen. Naar mijn mening is dat een goede beslissing geweest. Mede gezien het feit dat je partner Timo in de horeca werkt als eigenaar, chef, kok en manager van Okwe, dat is Bonsofor. Dat betekent hard werken en vooral op de momenten dat anderen niet hoeven te werken. Avonden, weekenden en feestdagen. Een hond als maatje is dan een goed idee. Je onderzoek heeft ongetwijfeld ook meegeholpen om een opleidingsplaats bij de anesthesiologie te krijgen. Een andere droom die werkelijkheid werd. Uiteindelijk heb je professioneel alles bereikt wat je wilde. Ondanks dat de weg niet altijd gemakkelijk was, hoop ik dat je de verworven academische vaardigheden in de toekomst blijft gebruiken. Beste Katelijne, je bent speciaal voor mij om meerdere redenen, maar niet in de minste plaats omdat je mijn eerste promovendus bent. Ik had niet beter kunnen wensen en ik ben bijzonder trots op je. Van harte gefeliciteerd met deze prestatie. Mijn felicitaties gaan ook uit naar je familie, Timo, vrienden en Fino. Speciaals wil ik ook de ouders nogmaals bedanken. Jullie zijn essentieel geweest om Katelijne te vormen tot wat ze nu is. Daarvoor heb ik veel respect en dank ik u. En nu heb ik genoeg gesproken. We zullen elkaar nog regelmatig op de werkvloer zien. Beste Katelijne, het gaat je goed. We gaan nu aan deze kant weer verder. Dr. Heijmans. Mijn hartelijke gelukwensen ook namens het College van Decanen en de Universiteit. Met het behalen van uw dokterstitel. Het is mijn genoegen dat we die hebben kunnen uitreiken aan alumnus van deze universiteit. Het is altijd mooi als die ook besluiten hun academische opleiding aan hun moederuniversiteit, waar het allemaal begonnen is, behalen. Het is een echt woord van dank waard dat u dat hier doet, om allerlei redenen waar ik niet op zal ingaan. Maar er zijn zelfs financiële redenen waarom wij blij zijn dat u dat hier doet en niet elders. Dat brengt mij, als ik toch aan het danken ben, op de mensen die van elders deelnamen en die nog steeds zichtbaar zijn op het grote scherm. Allereerst professor Hulscher, dank voor uw inspanningen bij deze promotie en de eer die u ons aandoet om daar ook bij aanwezig te zijn, nadat u al had ingezet als lid van de Manuscript Bonus Commissie. En hetzelfde geldt voor dokter Derricks, in Amsterdam beter bekend als dokter Joep. Hij heeft mij verzekerd dat als je in academische kringen in Amsterdam vraagt naar dokter Joep, dan weet iedereen onmiddellijk wie bedoeld wordt. Het zal er waarschijnlijk maar één Joep zijn in dat hele Amsterdamse academische wereldje. Nou, u beiden dank. En ik wens u natuurlijk het beste bij uw carrière als anesthesist, waarbij het natuurlijk wel helpt dat u al een dokterstitel hebt, wat in die kringen nog minder gebruikelijk is dan onder kinderartsen en onder chirurgen en dergelijke. Ze zullen onder de indruk van u zijn. En als u ze ook voortdurend kietelt met de opmerkingen van dat is een goede vraag of dat was een goede opmerking, beste opleider, dan komt u heel ver. Het allerbeste. Ja,
Normaal gaan we dan nu naar een receptie. Nadat ik uiteraard de eerste vergadering gesloten heb, dan gaan we met een plechtige stoet naar de receptieruimte. Dat zou toegestaan zijn voor 46 mensen, geloof ik. Maar blijkbaar hebt u al een veel groter gezelschap van vrienden om u heen verzameld. Die mochten niet eens in die receptieruimte. Dat is een heel verstandig besluit dat u het elders doet. En dat betekent dat we hier afscheid moeten nemen van elkaar. Dat ik niet de gelegenheid heb om het kleinood aan te bieden dat inmiddels de universiteit heeft gekozen en al haar gedoctoreerden te overhandigen. Een fraai exemplaar, het allerkleinste replicaatje wat te krijgen is op dit gebied van de Maastrichtse geest. Ja. U hebt geluk, want een week geleden had u nog een zakje chocolaatjes van ons gekregen. Dus hier hebt u in ieder geval iets tastbaars. Verder attendeer ik op het feit dat er naast uw Latijnse diploma ook nog een Engelse versie is ondertekend door onze nieuwe rector magnificus, professor Habibovic. Vergeet dat niet mee te nemen. Wie weet met uw academische carrière, toekomstige carrière, hebt u dat ook nog gedaan. Ik zet het hier neer, zodat u paranimfen dat mee kunnen nemen. Dit gezegd zijnde, dus we gaan niet naar een receptie. We gaan nog even de kans geven aan de fotografen in uw familie om nog wat prentjes te schieten. Eventueel ook nog van het complete promotieteam. Als u dat team hier en daar op het scherm erbij neemt, dan hebt u bijna het hele promotieteam, want ook professor Jonkers die moest afscheid nemen van ons voortijdig, omdat zij nog naar een crematie moest. Daar zal ze nu op weg naartoe zijn. Dan sluit ik hiermee deze academische zitting.